Jaarlijks ondergaan meer dan 100.000 patiënten in Europa een operatie om loszittende kunstheupen te vervangen. Vaak is het noodzakelijk verdwenen bot door middel van transplantatie van bot uit de heupkam aan te vullen. Steeds vaker wordt hiervoor gebruik gemaakt van donorbot als basis waarop nieuw bot kan groeien. Donorbot is slechts beperkt beschikbaar en er is behoefte aan verbetering van het proces. De kans op infecties door deze ingreep moet worden verkleind. Binnen Perfectos werken EMCM, Percuros en de Universiteit Twente samen aan het verbeteren van botvervangers. De ingroei van levend bot wordt gestimuleerd en door het toevoegen van antibiotica worden infecties tegengegaan. Naast het verbeteren van de bestaande methode wordt er door de drie partners ook gewerkt aan een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van botvervangers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kraakbeenvormende stamcellen die worden gekweekt in een bioreactor. Deze gekweekte cellen worden in plaats van het donorbot gebruikt, waardoor de afhankelijkheid hiervan afneemt en de resultaten verbeteren. De klinische studie naar deze innovatieve ontwikkeling zal leiden tot verbetering in de zorg en hoogwaardige werkgelegenheid in Oost-Nederland.